Auto versnelt. Start is gevallen. Ze zijn onderweg in de Nuon Duosuki koers. En aan de relingzijde wordt de leiding genomen door Isabelle Urganci. Isabelle Urganci, buitenzijde daarnaast Kim Sweeters. En in het derde spoor gaat Kai Schermacher vrij duur de bocht in. Daarachter volgt dan Jeroen de Jonge. En daarachter Willem Mulder en Ludwig Runkat. Zo zijn de deelnemers op weg naar de rechterlijn overzijde. En het gaat hard in deze Duosuki koers. De leiding is nog altijd voor het nummer 1. En daar zit achter Isabelle Urganci. Isabelle Urganci leidt daarachter op plaats 2 aan de relingzijde. Volgt het nummer 2 en dat is Kim Sweeters. Deelnemers zijn in de rechte lijn overzijde. De deelnemer die aan de buitenzijde probeert aan te vallen is de deelnemer waar Anne Leeman de lijnen vast heeft. En naast haar zit Kai Schermacher. Die maakt wat ruimte terrein goed aan de buitenzijde. Gaat naar plaats 2 en zo gaan de deelnemers op weg naar de laatste bocht. Maar daar leidt nog altijd Isabelle Urganci. Isabelle Urganci heeft een lengtevoorsprong op de rest van het veld. Heeft al haar collega's op dit moment achter zich. En draait als eerste de laatste bocht in. Deelnemers draaien die laatste bocht nu door. En inmiddels zijn ze halverwege de laatste bocht. En de leiding is nog altijd voor Isabelle Urganci. Loopt zelfs ietsje weg bij het veld. Pakt nu 1,5-2 lengtevoorsprong. Daarachter op plaats 2 ligt Kim Sweeters. Die zet de tanden nog even op elkaar. Tenminste, dat doet haar paard. En zo zijn ze in de laatste. De rechte lijn. Mag gerust worden aangemoedigd, maar het is nog altijd Isabelle Urganci die leidt. Isabelle Urganci loopt weg bij het veld en dit gaat heel makkelijk. Ze pakt 1, ze pakt 2, ze pakt 3 lengte. Go baby, go go go! Helemaal alleen. Isabelle Urganci wint hier op de tweede plaats Kim Sweeters. En plaats 3 is nog net aan de relingzijde voor Jeroen de Jonge.